Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zal de hulpofficieren van justitie blijven handhaven bij controlewerkzaamheden van de Economische Controledienst, de ECD. Dit vertelde minister Reshma Kulipsingh van het departement gisteren aan journalisten. Volgens de minister willen enkele medewerkers bij ECD niet bij de officieren werken, maar deze ambtenaren zijn juist nodig als wanneer boetes aan de orde komen. Als ECD op straat is en ze moeten een beslaglegging doen of de boete moet bepaald worden, dan ga je de politie uitnodigen of je gaat de politie vragen. Nu heeft het ministerie van Justpol twee hulpofficieren aan ons uitgeleend die op het ministerie werken. Als ik een dienst naar buiten moet sturen en ik stuur alleen de ECD zonder de politie, dat wil zeggen dat ik, meer uitgaven heb. Ik ben aan het bezuinigen. Als ik ze allemaal als team op straat stuur, dan heb ik maar één voertuig op straat nodig. En dan kan ik die andere voertuigen op andere locaties inzetten. Maar als ik nu één voertuig met ECD'ers stuur, dan moet ik weer achteraf een voertuig in orde maken om de hulpofficieren te sturen. Dan heb ik dubbel kosten. Heb ik dubbel benzine, dubbel kosten aan mijn auto's. Dus ik heb een beleid uiteengezet. De minister zegt ook dat het een keuze is van de ambtenaren die niet willen samenwerken met de officieren. Ze stelt dat het ministerie gesprekken zal aangaan met deze mensen om te weten wat ze verder willen doen. Het is de hulpofficieren van OM die bepalen de boete, die betalen in beslagname wat er gebeurt met de in beslag genomen producten. Dus we hebben de mensen nodig. Dus ik snap niet, maar het probleem is dat ik een coördinator daar had gezet en dat was een hulpofficier van OM. Misschien hebben ze gelijk dat ze het niet accepteren om onder iemand van OM te werken, maar ze willen iemand van het ministerie hebben. Nou, dat heb ik gezegd, ik ga het oplossen. Vanaf volgende week wordt er iemand van het ministerie, want de OD was aangewezen. Interne markt is aangewezen als daar de leiding te hebben. Maar als je ziet dat die vacature al een poosje open is, dan moet je toch solliciteren als je geïnteresseerd bent. Dus ik heb de mensen gisteren gesproken. Wie niet wil meegaan met het beleid van de minister, heb ik ook al gezegd aangegeven. Maar dit is mijn beleid. Transparant, open en de hulpofficieren zijn nodig. Binnen het ministerie zal verder gekeken worden naar de prestaties van mensen die geplaatst worden als coördinator op een afdeling.